Wist je dat Maradona, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo en Messi een van de beste voetballers aller tijden zijn en dat de grootste reden is dat ze vol op de straten hebben gevoetbald? Begin de straten te rampeneren. Welkom bij de FC Straatleague, oftewel de grote helden van de kleine velden. Ja, dit zijn nog steeds de street captains ongeslagen. Het zijn net machines. Goeie bal van Nick. Wat een bal. Ja, en dan de uitdagers uit Amsterdam, helaas zonder Ayoub, maar Pharrell en Levi zijn on fire geweest. Het is tijd voor de confrontatie. En ik heb het niet over de confrontatie tussen de teams, maar de confrontatie van de kijkers in de reactie hieronder in de comments. Levi, Levi nog? Ja. Lees jij comments, eerlijk? Nee. Helemaal niet. Dat kan toch niet? Dan ga ik er eentje van jou oplezen. Dat is goed. Het gaat over jullie team. Thomas Bonte die heeft gestuurd. In de vorige wedstrijd vond hij jullie te egoïstisch. Ben je het daarmee eens? Ja, ik ben er zeker mee eens. Jij kan wel tegen kritiek als ik het zo hoor. Jazeker. Dus jullie gaan het anders doen? Meer samenspel. En we gaan met een plan spelen. Maar jij, even serieus voor mij. Hè? Want als ik jouw leeftijd zou hebben en ik heb een video en ik zie reacties daaronder, ga ik toch even kijken. Jij kijkt helemaal niet gewoon. Nee, ik kijk alleen die video en dan gewoon weg. No cap. No cap. Hessel, lees jij comments? Jawel, jawel. Niet alles, maar gewoon wel een paar comments. Zijn er ook comments die jou wat doen? Dat je denkt, nee, maar dat vind ik gewoon niet tof. Nee, nee, jawel. Wel dat ik denk gewoon soms van, is gewoon niet waar, maar niet dat me wat doet of zo. Ja, het is menselijk toch ook dat je naar de comments gaat kijken? Ja. Nou, ik moet zeggen, eentje heeft mij wel geraakt, man. En mij persoonlijk, zeg maar. En dat is die van EU. Hij heeft gezet, Touzani zwaar partijdig. Ik weet niet wat jij als hen ziet, maar dat was het duidelijk niet. Nou, Hesso en ik hebben het erover gehad. Je kan nog discussiëren over of het expres was of niet. Maar je hebt wel degelijk die bal met je hand geraakt. Ja, ja. Yo, bij deze. Dit is eigenlijk al een beetje triest dat ik hier een beetje mijn gelijk wil halen. Maar ik kan er niet tegen als er mensen denken dat ik hier zit en dat ik dan partijdiger ben. Ik probeer hier iets heel moois neer te zetten met FC Straat. Mogen de beste winnen. Ik wil alleen maar mooie wedstrijden. Nou, bij deze heb ik dat uit de wereld geholpen. Er is een andere voor jou. Fase laagstreepje Aaron zegt, Hessel en Eeuw is net als de nieuwe Ronaldo en Messi rivaliteit. Voel jij dat zo? Allebei blauwe aanvoerdersband. Nee, ik voel niet per se rivaliteit, maar het is wel gewoon een mooi compliment, toch? Geen rivaliteit, dat niet. Nice. Dat was de confrontatie. Zie je hele mooie dingen tijdens de wedstrijd of heb je kritiek? Dat kan allemaal. Laat het weten hier beneden in de comments. En wie weet wordt dat in de volgende aflevering ook behandeld. Achter mij is de scheidsrechter, de legend, Rico de Ref. Het is de bedoeling op de straat dat jullie zoveel mogelijk onderling oplossen zoals we dat op de straten gewend zijn. We gaan zo beginnen, maar we beginnen eerst met een box. Het is showtime. Oké, boys, we gaan beginnen. Willen jullie nog wat tegen elkaar zeggen? Hoe fijne wedstrijd. Hetzelfde. Fijne wedstrijd, hetzelfde. Ruggen tegen elkaar. En dan gaan we beginnen in 3, 2, 1, go! Amsterdam begint sterk. Hoi, oh, Mark moet gelijk redden. Oh, mooie loopactie daar van Jaden. Hessel. Hessel op Tycho. De street captains zijn ijzersterk. Dit is mooi gedaan door Tycho, Jaden. Ai, die is wel ver naast. Levi, Levi tegenover Jaden. Levi. Kijk eens, hij dreigt en... Uit. Levi, goede bal. Pharrell met de aanname, niet makkelijk. Levi wil hem terug. Levi tegenover Jaden. Goed gespeeld, daar is Pharrell. Pharrell terug op Levi. Levi nog een keer, op de bal. Oh, en dan? Een counter. Nick. Ai, 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 the game is on, the game is on. Jaden. Op. Tycho, op de bal. Oh. Daar zat zoveel gevoel in, dat is niet normaal. Is gevaarlijk dit. Oh, dit is heel gevaarlijk. Tycho, Tycho, Jaden, Hessel, de topscorer, de redding. Oh, wat een wedstrijd zeg. Dit is genieten, genieten. Levi, Levi, goed gedribbeld. Levi, wat een goal. Wat een goal, wat een goal.
Levi, laat zien dat hij nog leeft. 1-0 voor Amsterdam. De street captains moeten aan de bak. Hessel, op sterk. Hessel, goed gedaan. Hij kan zijn tweelingbroer blindelings vinden. Tycho, cornerbal. Oh, loopactie van Hessel. Tycho zag het, maar kiest voor Nick. Nick, op Tycho. Tycho op Nick. Hai. Ja, ja. Oh. Wacht even. Wacht even. Gaat het? Het is wel gelijk open, hè, bro. Zeker? Oké, dit is Jaden. Hij wordt helemaal vrijgelaten. Pharrell met Jaden. Dat wordt die battle. Pharrell, goed gedraaid. Cornerbal. De street captains zijn onverslagen undefeated. Gaat het vandaag dan eindelijk gebeuren? Gaat Amsterdam de street captains worden? Tycho zegt weg, weg, weg. Jaden heeft de bal. We hebben Nessim nog niet gezien, of wel? Nog niet, hè? Nessim hebben we nog niet gezien. Onze stiekem voetballer met mooie techniek. Oké, bal bij de keeper. Oké, Kleidel. Dit is gevaarlijk, man, wat ze doen. Super gevaarlijk. Oh, Levi! Op de bal! Is Nessim. Tycho. Nessim is weg! Hoe dan? Ze laten hem makkelijk gaan. Levi met de shuffle. En een bal. Ai. Dit is een wedstrijd, man. Ik heb er zin in. Hessel. Mooi gedaan door Hessel. Wat een bal dat hij geeft. Hessel terug. Wat een redding van Mark. Die bal, hoe Hessel hem in de sleep meegeeft, dat is hoog niveau. Tycho. Tycho ruimt op hoog niveau. Nee, dat is niet waar. Het ruimt niet. Dat is wel hoog niveau. Nessim is er binnen. 1-1. Amsterdam verdedigt niet slim. Ai. Levi, die roept hardop, het is mijn fout. Kleidel. Deschamps. Kleidel. Het is goed gedaan. Het is Deschamps. Levi maakt het gelijk goed. Levi zegt eerst, ja, het was mijn fout bij die vorige goal. En nu maakt hij het goed met een wonderbaarlijk assist. Golasso 2-1. Time-out. Als we de bal in de diepte eruit hebben, dan hebben we ze. Focus houden. Dan maken we die goal klaar. En stel, we komen hier voor de as toch? We hebben hier die bal. Dan moeten we vol druk zetten. Ja. Want anders kunnen we schieten. Maar vooral let op die bal erover. Ja, precies. Die bal eroverheen, die is super gevaarlijk. Zoals hier. Hij moet veel meer druk zetten om die paaslijn eruit te halen. En hier zie je dat het nog levensgevaarlijk wordt. Dat zomaar een goal kunnen zijn. Ook hier dezelfde situatie. Pharrell kan meer naar voren om die paas eruit te halen. Gebeurt niet. En uiteindelijk komt er dan een hele grote kans. Boys, kom lager staan. Het lukt nu niet. Gewoon lager, gewoon kant uit kiezen, dan met z'n tweeën. En als hij voorbij is, één doorstappen via de lijn van de ander. En dan gewoon bal. Let op, we staan met twee achterin. Eentje gaat steeds, gaat zeg maar over die buitenkant of die buitenkant steeds naar voren. Ik vind het altijd mooi dat ze onder druk staan, maar toch rustig blijven en goed kunnen analyseren. Maar het belangrijkste zijn ze vergeten. Kijk maar, Levi, hij is eigenlijk de gevaarlijkste man. Daar moeten ze op letten. Hij heeft verschillende individuele acties gehad, maar ook natuurlijk de hele belangrijke goal. En wat dacht je van deze prachtige assist? We gaan verder met de wedstrijd. Benieuwd hoe ze dit gaan oppakken. Jullie mogen bepalen. Gaan jullie als eerste Shura doen of zij? Ja, als eerste. Jullie? Ja. Ja? Hessel, de topscorer, krijgt 10 seconden de tijd. Belangrijk moment om de 2-2 te maken. 3, 2, 1, go. Hessel, hij heeft tot nu toe al zijn Shura's gescoord en doet het weer. 2-2, ijzersterk. Levi neemt zijn verantwoordelijkheid in 3, 2, 1. Kom maar. Levi, belangrijk. 3, 2, ja! En we gaan wisselen van helft. 3, 2. We gaan beginnen. Kom maar. Het is Nessim. Nessim op Nick. Nick, gevaarlijk hoor. Wat een kapbeweging dat hij dat durft. Het is een belangrijke. Nessim! Oh, Kleidel. Tycho op Nessim.
Nick. Wessel. Ja, opsterk. Pharrell is klein, maar sterk. Hij weet wat hij doet. Dit is Deshaun! Kleidel gaat schieten! Oh, dat leek op een doelpunt. Oei. Als dit een 4-2 zou zijn, zou het super gevaarlijk zijn. Het kan zomaar snel gaan. Tigo weet wat hij doet. Punten. Bal voor Amsterdam. Gaan de streetcaptains vandaag ontroond worden? Het ziet er naar uit van wel, want ze staan 3-2 achter. Maar er is nog niks aan de hand. Nassim! Kleidel! De bal! Oh, pas op. Niks aan de hand, geen overtreding. Pharrell, is het zo erg dat je moet wisselen? Moet je wisselen? Hè? Huh? Ik vind het een scheidsrechtersbal persoonlijk. Wat is het? Ik vond het eerst overtreding. Het leek heel erg, maar er is niks aan de hand. We gaan verder. Tigo met de rode aanvoerdersband. Mooi gedaan door Tigo. 3-1. Hessel. Nee, dit is ge... Dit is... Oh, dit had er moeten zijn. Hessel. Ja, dit is Deshaun. Nassim. Hessel staat klaar. Oh, ja. Nassim wou stiekem in die korte hoek, zeg maar. De volgende goal die gemaakt wordt is super belangrijk. Nick, de keeper met de zilveren, de blauwe aanvoerdersband van Hessel. Gevaarlijk! 4-2! En we krijgen een time-out. Dit is gevaarlijk, het is matchpoint. 4-2. Wat gaan de streetcaptains bedenken? Ik moet meer gaan bewegen. We staan de hele tijd eentje daar. Ja, je moet gewoon één keer, twee keer raken. Gewoon meteen. Snel spelen. Ja, Nick heeft dit goed geconstateerd. Je ziet hier dat ze onder druk werden gezet. 1-1. En eigenlijk hebben ze daar geen goed antwoord op. Sterker nog, uiteindelijk leiden ze balverlies met een bal op de paal. Ook hier kan je goed zien dat ze weer onder druk worden gezet. En wat ze vergeten is dat ze ook gewoon een individuele actie in huis hebben. Hier zie je dat Tigo een prachtige actie maakt. En vervolgens creëert hij dan ook een 3-1 situatie. Wat eigenlijk een goal had moeten zijn. Jongens, één doelpunt, maar blijf doen wat we nu doen. Druk zetten, blijf druk zetten. Dan komt het gewoon goed. Daarom. Zijn zo sterk. Ga gewoon door. Op een gegeven moment krijg ik last van mijn rug. Dan moet je niet instappen. Nee, want als hij dribbelt, heb je nog genoeg tijd om... We moeten hem vastzetten zodat hun die spits in gaan spelen, toch? Dan kom jij ervoor. En dan is dat doelpunt. Daarom. Hij kan door. We zijn ongeslagen. Eén doelpunt en het kan klaar zijn. Dan wordt de aanvoerdersband ingeleverd worden. We gaan beginnen. Let's go. Oké. Nick. Op Jaden. Jaden op Nick. Amsterdam zet druk. Al de hele wedstrijd zetten ze druk. Dat is hun tactiek van vandaag. Uitbal. De Stigo. Nassim. Wat mooi gedaan. Tigo. Cornerbal. Hij is geraakt. Nee. Nico. Ja, het is geraakt. Kornebal. En die tweede. Goeie loopactie van Nassim. 4-2, dat betekent matchpoint als Amsterdam scoort. Dan moeten de tegenstanders de aanvoerdersbanden inleveren. Ze zijn ongeslagen tot nu toe. Niks aan de hand, voetballen. Het is Nassim. Ai. 4-3. Belangrijke goal hier hoor. Levi wil heel snel scoren. Ze moeten hun hoofd erbij houden en rustig blijven. Dit is gevaarlijk wat ze doen. Geen verdediging. Hoe dan? Op de bal. Amsterdam vergeet te verdedigen. Kleidel, vieze bal zeg. Oh, Levi heeft het wel op zijn heupen vandaag, hoor. Oeh, bijna de 4-4. Als het 4-4 wordt, dan telt 2 punten verschil en dan spelen we maximaal tot de 7. Pas op, Kleidel. Dit is gevaarlijk als laatste man. Hij wordt onder druk gezet. Levi, goed gespeeld. Pharrell met links. Mooi gedaan. Hoe kan dat? 4-4.
Oei. Er wordt niet verdedigd. 4-4. Dat betekent dus 2 punten verschil. Die boys van de Street Captain zijn mentaal ijzersterk. Stoïcijns. Goeie bal van Levi. Goed, dus Kleidel. Kleidel op Levi. Levi op snelheid. Levi, kom aan. Hoi, je hebt mooie dingen laten zien. Kleidel, wat een kapbeweging! Oh, en dan afleggen. Oei, mooie bal. Mark zit ertussen. Mark zit er weer tussen. Kleidel, Levi op Kleidel. Kleidel. Ah, Amsterdam heeft het helemaal weggegeven, maar ze zijn er nog. Goeie bal. Levi. Ja. Je maakt je te breed. Bal bij keeper. Levi krijgt de bal. Bof. Pas op. Jaden. Oké. Nassim. Wil er doorheen. Hij gaat voor zekerheid. Mooie bal. Oei. Goed gedaan hoor. Hessel zat vrij. En daar Jaden. Redding Mark. Pas op jongen. Oei. Ja, hey. Oeh, is er doorheen. Oh. 5-4. En we krijgen een time-out. Als iemand eentje doordropt vanaf de zijkant, eentje moet uitstappen. Maar nu waren we te ver naar de zijkant, dus niemand kon uitstappen. Je moet gewoon meelopen met je man die dichtstbij staat. Want daardoor komt net ook die goal. Afvallen gaat het trouwens wel prima, maar je hebt soms wel goede passen staan. Dus dat moeten we zeker blijven doen. De boys moeten het nu echt afmaken. Ja, man. Elke kans die we nu krijgen, moet er gewoon in. Dat is klaar. Niet meer weggeven die voorzorg. Waarom? Levi, goede bal! En dan Farrell! Nee, Tigo, sorry. Dan, dit is gevaarlijk. Met Hessel weet je dat hij snel kan prikken. Oftewel scoren. Dit is... Farrell zit ertussen! Van de lijn gehaald. Wat een thriller van de wedstrijd. Farrell op Levi. Levi blijft rustig, hij weet wat hij kan. Mooi gedaan! Op de bal, kom op, staan, schakelen. Tigo. Op Hessel, Tigo! En dan, die bal weg! Wee, wat een wedstrijd. Tigo is lopende, Jaden heeft de bal. Nu, verdedig, hij wordt niet verdedigd, jongens. Oh. Kleidel met links, cornerbal. Levi, goed gespeeld. Oh, redding van Nick. Als je hier live bij zou zijn, die spanning is om te snijden. Maar waarschijnlijk ook als je aan het kijken bent. We gaan weer verder. Tigo aan de bal. Tigo, Hessel denkt, geef maar. Als Hessel schiet, is het 9 van de 10 keer een doelpunt. Hij is niet voor niks de topscorer. Oké, voordeel. Oh, Tigo, Nessim wil. Nessim krijgt. Nick heeft. Goed, Tigo, kijk. Levi moet schakelen. En nu is Farrell weg. Colasso. Zes, vijf, weer een goal voor Amsterdam en het is klaar. Maar de Street Captains zijn nooit uitgespeeld. Kijk maar! En dat is Hessel! De one and only Hessel! Het staat 6-6. Wie nu scoort, heeft gewonnen. Geen 2 punten verschil meer. Wie nu scoort, heeft gewonnen. Oei, let's go! Levi.
met links. Oh, wat een redding. Wat een wedstrijd. Oi. Wat gebeurt hier allemaal? We gaan maar druk zetten. Doen ze als geen ander. Hessel. Oh, hij blijft rustig. Hessel, zijn het. Oh, Hessel is vrij. Oh, hij komt niet goed uit. Tycho wil schieten. Tycho. En ze houden de rust. Kijk hoe rustig ze blijven. Dat is de kracht. Nick, deze streetcaptains zijn zeg maar de Rico Verhoeven van het straatvoetbal. Ze zijn kastanina, ze zijn niet kapot te krijgen. Oké, dit is Levi. Oef. Dit is gevaarlijk. Mark, mooi bal. En er moet geschakeld worden. Tycho vraagt de bal. Messi in krijgt. Tycho. Nick, kijk, ze zijn aan het lokken. En dan is hij weg. Ai, ai, ai. Hij heeft alle tijd. Deschamps. Ongelofelijke wedstrijd. Jullie zijn onverslagen tot nu toe. Jullie zijn de Rico Verhoeven. Maar ooit moet het toch een keer gebeuren. Dat was vandaag. Vind je het terecht, Hessel? Ze hebben wel goed gespeeld, goed druk gezet, maar we hadden ook kunnen winnen gewoon. Niet per se terecht gewoon. Ze hebben wel 4 matchpoints gekregen. 4 keer dat als ze zouden scoren dat het klaar zou zijn. Hoe kan het zijn dat jullie elke keer weer terugkwamen? Ik denk gewoon dat we ons ding bleven doen, gewoon hard werken. En onze kansen afmaken gewoon. Nou ja, misschien een hele vervelende vraag, Tycho. Jullie weten hoe het is om te winnen tot nu toe, want jullie waren onverslagen. Hoe is het om te verliezen? Ja, niet zo leuk. Ja, gewoon veel het. Wat we gewoon kunnen winnen was 50-50, denk ik. We hadden een paar kansen op het laatst. Ze hebben wel goed gespeeld, dat wel. Jullie hebben in ieder geval in deze league, zijn jullie wel echt, op dit moment hebben jullie de beste prestaties. Vergeet dat niet. Dat gaan jullie sowieso terugzien. Maar het is de tijd van komen, tijd van gaan. Tijd om die aanvoerdersbanden in te leveren is nu aangekomen. Amsterdam, de overdracht van de aanvoerders. Nassim geeft hem met heel veel pijn in zijn hart. Hey, wacht eens even. Wat zie ik daar? Die dag was het mij niet opgevallen, maar ik zie dat Pharrell de blauwe aanvoerdersband van Ayoub heeft gepakt. Wat betekent dit voor Ayoub in het team? Dat gaan jullie in de volgende aflevering van Onder 15 zien. Ik zag het wel. Hey, streetcaptains, bedankt. We gaan jullie volgende keer zien. Amsterdam, kom erbij. De nieuwe streetcaptains. Pharrell, ik zag je helemaal losgaan nadat jullie hadden gewonnen. Wat ging er door je heen? Gewoon, ik dacht gewoon van, winning team is weer terug. Winning team? We hebben gewoon heel lang gewacht voor dit moment. En vorige keer speelden we niet echt op dit niveau, zeg maar. En nu wel. En nu winnen we wel gelijk. Wat was het verschil? Ik denk, we hadden meer balans, zeg maar. Achterin stond het goed. We wisten wat we moesten doen. En die goals die waren gewoon echt heel erg mooi. Levi, ik moet zeggen, je was vandaag wel een beetje de regisseur. Ik wil je spelers niet tekort doen, maar hey bro, hij zet de aanvallen op. Hij weet wat hij doet. Wat heb jij vanochtend gegeten? Toast met ei. Vond je jezelf ook goed spelen? Kom beter in verdediging, maar ik vond het wel goed. Hé, hey, dat zeg je dan. Ja, verdediging. Hoe dan? Soms? Nee, soms. Ik zeg eerlijk, ik sliep soms gewoon. Ik ging gewoon slapen. Want verdediging, 3-1 vaak. En vaak, ja, Hessel steeds met die goal. Je ziet hoeveel kansen we krijgen. Als je ziet wat de stand was. We lieten het gewoon een paar momenten echt gewoon gaan. Maar hij heeft het gewoon goed gedaan. Hij zette gewoon sommige aanvallen gewoon op. En dan kwam er een goal uit. Dat is wel gewoon goed. Hé, hey, maar even nog een paar mensen uitlichten. Hè. De keeper was keihard vandaag. Hij heeft echt mooie reddingen gemaakt. En dan hebben we natuurlijk Kleidel, hij is nieuw in de game, vervangen van Ayoub het monster. En dan hebben we ook nog eens Deschamps, je hebt het echt weet, maar die bracht een bepaalde power die misschien wel ontbrak. Wil je trouwens weten wie de uitdager wordt van de nieuwe Street Captains? Dat zenden we uit via Instagram, de Challenges Game. Vond je deze video tof? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer, anders ben je geen echte voetballer meer. Klik daar om de laatste video te zien. Klik daar om gratis lid te worden van FC Straat, de grootste voetbalclub van Nederland. En leen wifi voor je buurman of buurvrouw.